Goedemorgen allemaal. Good morning. Ready! That's it. A new car. Punctual and accurate. Any questions? Want zo bouwen wij hier elke auto. Altijd nauwkeurig en volgens een vast tijdschema. Dus zijn er nog vragen? Yes. Oh, one moment please. What's wrong? Was it too quick? Was te snel? Nou, ik vond het wel een lekker tempootje. Nou goed, voor iedereen die het niet zo goed heeft kunnen volgen, volgt hier de herhaling. The replay. Especially for you. Dit is Netcar in het Limburgse Born. 910.000 vierkante meter groot. En hier bouwen wij de verschillende autotypen van Volvo en Mitsubishi. En die combinatie is nou precies datgene wat Netcar zo uniek maakt in de hele wereld. Twee verschillende automerken worden gebouwd in één fabriek. En niet naast elkaar, zoals je wellicht zult denken, maar achter elkaar en door elkaar. Jazeker, kriskras door elkaar heen. En ook nog op één montagelijn, dat is toch niet te geloven? Twee automerken in diverse variaties, in steeds weer andere kleuren met elk zijn specifieke klanteisen. Kriskras door elkaar heen. Leuk hè? Maar hoe doen we dat nou? Kijk maar eens mee. Elke auto die we bij Netcar bouwen is besteld. Every car is ordered. Klinkt een beetje ongelooflijk misschien, maar every car is for a customer. Een klant. Alle bestellingen komen op deze plek binnen, vanuit de hele wereld. Dan moet je je voorstellen dat wij zo, op bestelling, rond de 200.000 auto's per jaar maken. En weet je wat dat betekent? Ongeveer 45 auto's per uur. Dat vergt nogal wat van je mensen en dus van je totale organisatie. Dat is goed. Maar dat is eigenlijk geen probleem voor de knappe koppen van onze afdelingen Process Engineering en Netcar PD&E in Helmond, met hun uitgekiende computersysteem. Want Netcar heeft een Customer Ordered System, vrij vertaald, een systeem speciaal ontworpen voor elke specifieke klantbestelling. Wat de klant vraagt, maken wij, met een state-of-the-art machinepark. Want alleen het beste van het beste is pas goed genoeg. Goed, nu het antwoord op de vraag, hoe doen we dat nou? Kijk, hier begint het mee, met de aanvoer van diverse onderdelen. Een auto heeft zo'n 1500 verschillende onderdelen. En alle modellen met hun varianten bij elkaar zelfs 6000. Dat moet je maar eens inkopen. En hier kunnen ze dat. De onderdelen worden volgens afspraak in een vaste regelmaat aangeleverd. Sommige rechtstreeks op de werkplek en andere in een centraal magazijn. De medewerkers van de afdeling logistiek zorgen voor het verdere transport. Zo'n afdeling logistiek is natuurlijk van levensbelang voor het goed functioneren van de fabriek. Want als er ergens ook maar iets te laat is, dan stopt de productie. Nogal logisch. De fabriek is onderverdeeld in vier productieunits, namelijk de pershal, de carrosseriebouw, de lakstraat en tenslotte de montage. Deze vier productieunits zijn op een hele slimme manier aan elkaar verbonden. Hierdoor krijgen we één lange opbouwlijn. 500 ton zinc-coated steel. That's what we use in one day. Niet te geloven. 500.000 kilogram verzinkstaal per dag. Mooi opgerold en met een lengte van soms 2,5 kilometer. These coils, with a length of about 2,5 kilometer, are delivered here. Verzinkt staal is de basisgrondstof voor elke auto. Zink voorkomt namelijk roestvorming. Elke rol moet worden afgerold.
Nou klinkt dat eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Want na het afrollen blijft namelijk de kromming in het verzinkte staal gehandhaafd. En daar hebben we nou het volgende op gevonden. Het verzinkte staal wordt afgerold en middels deze speciale wals krijgen we een platte plaat. Voilà! Deze vliegende schaar snijdt de plaat in de vereiste grootte en dan worden de stukken plaat mooi op elkaar gestapeld. Trouwens, in deze transportrollen zitten sterke magneten die ervoor zorgen dat de stukken plaat zo aan de onderkant van de rollen mysterieus blijven hangen. We knippen of snijden de plaat in elke vorm die we nodig hebben om te persen. Het persen gebeurt in persstraten. Voor elk persdeel zijn diverse bewerkingen nodig, zoals vormen, snijden en afkanten. Daarom staan er ook verschillende persen achter elkaar. Al het verzinkte staal dat niet gebruikt wordt, verdwijnt in de kelder onder de persstraten en gaat in mooie vierkante blokjes terug naar de staalleveranciers. Nou moet je weten dat één zo'n blokje afval een gewicht heeft van 50 kilo. En dat de kale carrosserie van een auto zo'n 350 kilo weegt. Dan begrijp je dat recycling een noodzaak is. Tussen de persen zorgen loaders en unloaders voor het transport van het persdeel. Oppakken, neerleggen en zoef en weer oppakken, neerleggen. Oppakken, neerleggen en zoef en weer oppakken, neerleggen. Kan je je voorstellen dat we dat vroeger met de hand deden? En zoef. Een pers is in feite een groot wafelijzer. En in de moderne wafelijzers kun je diverse vormpjes stoppen. Je weet wel, voor een tosti of voor poffertjes. Nou, dat doen wij ook. Alleen natuurlijk op een iets grotere schaal. En wij noemen die vormpjes gereedschappen. Elke pers heeft een boven- en ondergereedschap. Hier op het wisselstation staan de nieuwe gereedschappen al klaar voor de volgende persserie. Het in- en uitschuiven van de gereedschappen, de omsteltijd, gaat erg snel. Maar het kan in feite nog sneller en efficiënter. Want als je er weer goed over nadenkt, dan krijg je dit. Eén totale persstraat in één machine. De transferpers. En wij hebben er lekker twee. Mooi geluidje, hè? Per slag voert de transferpers steeds 5 persbewerkingen uit. Aan het eind van de machine komen dan de kant-en-klare persdelen eruit. Er kan ook nog eens tegelijk een linker- en rechterdeel worden geperst. Over efficiëntie gesproken. We bevinden ons hier in de kelder onder de transferpersen. Here we are in the basement of the two big presses. Om de druk van het grondwater te kunnen verdragen zijn deze wanden plaatselijk zelfs 2 meter dik. These walls are 2 meters thick to stand the pressure of the groundwater behind it. Jazeker, hierachter zit water. And that's no problem. Everything works precisely with a pressing power of 2800 tons. Op de millimeter nauwkeurig met een perskracht van 2.800.000 kilo. De omsteltijd van de transferpers is een wereldrecord. Slechts 6 minuten. Geheel automatisch met schuiftafels. De pers gaat open en de grote schuiftafel met de gebruikte gereedschappen komt naar buiten. Aan de andere kant schuiven de nieuwe gereedschappen direct naar binnen. Deze worden vervolgens geheel automatisch gekoppeld aan de pers. En 1 druk op de knop is voldoende om de productie van een totaal ander persdeel te starten. Dit alles in 360 seconden. Wow. De gebruikte gereedschappen worden zorgvuldig nagekeken op oneffenheden. Voor mij niks aan te zien. Maar het oog van de meester heeft toch iets ontdekt. En in de gereedschapmakerij worden die oneffenheden perfect weggewerkt. Hier vinden ook aanpassingen plaats, want er valt toch altijd wat te verbeteren. We zijn namelijk continu bezig met het optimaliseren van de verschillende bewerkingsmethoden. De kant-en-klare persdelen worden uiteindelijk keurig netjes naast elkaar opgehangen. Dit om beschadigingen te voorkomen. Deze zijwanden komen terecht in het magazijn.
Daar hoeven we onze handen ook niet meer aan vuil te maken, want de computergestuurde robots doen al het werk. Ze weten precies waar wat staat en waar het straks nodig is. Fijn, hè? Hier beneden krijgen al onze modellen van Mitsubishi en Volvo hun specifieke vorm. All models are well together in the body shop, de carrosseriebouw. Deze bestaat in feite uit twee lagen, two levels. In the upper level, the transport of all parts, and the lower level with the welding lines. Dus boven vinden alle transporten plaats en beneden staan de lastlijnen. So, ladies and gentlemen, I proudly present to you our body shop. Allemaal prachtig om te zien, maar wat gebeurt er eigenlijk? Nou, in de carrosseriebouw werken we volgens het principe van first in, first out. Dat wil zeggen dat elke auto zijn eigen vaste plaats heeft op de montagelijn. Alle medewerkers en alle robots weten dat. Hier hebben we voor de duidelijkheid elke auto alvast een kleurtje gegeven. De volgorde van eerste in, eerste uit blijft namelijk altijd gehandhaafd. Dat is de basis van ons systeem. Zo kunnen we elk type auto maken en toch het totaal overzicht behouden. Simpel, hè? Elk moment waarin de montagelijn verkeert, heeft trouwens een eigen melodie. Denk hierbij aan het bewegen van de lijn of het stilstaan van de lijn. De medewerkers van de carrosseriebouw herkennen op deze manier direct elke afwijking. En dat is erg handig. Oké, met deze kennis op zak gaan we door de carrosseriebouw. Vanuit het automatisch magazijn wordt elke zijwand eerst zorgvuldig vastgezet in een mal. Het vastzetten is noodzakelijk omdat het plaatstaal natuurlijk nooit mag bewegen tijdens de laswerkzaamheden. Dit is de... de zijwand rechts buiten. Dan komt hier, jazeker, de zijwand rechts binnen. Die wordt er dan aan vastgelast. En klaar is de rechterzijwand. Jullie begrijpen dat dit ook zo perfect gebeurt voor de linkerzijwand. En dan gaan ze hier omhoog en hupsakee naar de main jig line, de hoofdmallenlijn, waar de linker- en rechterzijwanden aan de vloer worden vastgemaakt door puntlassen. Nou is die vloer iets aparts. Hij bestaat namelijk uit drie delen. De vloerconstructie is namelijk erg complex door de vele versterkingen en door de aparte veiligheidsnormen. Het front end, de plaats waar de motor komt, is natuurlijk anders van constructie dan de front floor, de plaats van de inzittende. En de rear floor, waarin onder andere het reservewiel zit, is weer anders opgebouwd. Na deze aparte voorsamenstellingen worden de drie vloerdelen uiteindelijk in de underbody line aan elkaar gelast tot, jawel, één vloer. Goed, we hebben dus de complete vloer en de zijwanden. Dan is het nu de beurt aan de main jig line, met de roterende mallen. Hierin worden de zijwanden bevestigd. Door ons first-in, first-out systeem past alles precies bij elkaar en in elkaar. En steeds voor verschillende auto's. Mooi, hè? De daken komen letterlijk uit de hemel vallen. En hier geldt ook een standaard dak... En dan een schuifdak. Kriskras door elkaar. No problem. Alles kan. Alles is mogelijk. Zo flexibel blijft ons systeem. In de main respot line lassen vervolgens zo'n 60 robots de delen verder aan elkaar, waardoor de carrosserie zijn stevige structuur krijgt. Hier wordt ook de crossmember toegevoegd. Dit is de belangrijke dwarsbalk onder de voorruit, nodig voor de bevestiging van het dashboard, de stuurkolom en de airbags. Oké, dan missen we nog de aanschroefdelen, zoals de achterportieren en precies de voorportieren, de kofferdeksel of achterklep, wat je maar wilt, en tot slot de motorkap. En klaar.
De carrosseriebouw met zijn vakmensen en 277 robots heeft het perfect voor elkaar. Een hoog standje van techniek en vakwerk. En toch in de finishline nog even checken of alles wel correct gebeurd is. Want tenslotte leveren wij bij Netcar alleen maar topkwaliteit. Quality control is a major priority by Netcar. Kwaliteitscontrole gebeurt overal. Bij het aanleveren van het kleinste schroefje tot en met het afleveren van de complete auto. Quality control in every state of production. Een belangrijk kwaliteitsprobleem is stof. Jazeker, gewone, doodordinaire stof. Die stof die bijvoorbeeld op jullie kleding zit. En hier in de lakstraat is elk stofdeeltje funest voor een mooie laklaag. We zuiveren dan ook zo'n 1 miljoen kubieke meter lucht per uur. Via een speciale luchtsluis komt de kale carrosserie op deze plek de lakstraat binnen. Om ervoor te zorgen dat de verschillende lak- en beschermingslagen goed hechten, krijgt de gehele carrosserie een grondige reiniging. Een extra beschermende zinkfosfaatlaag wordt aangebracht. Dan volgt de primerbehandeling. De carrosserie wordt volledig ondergedompeld in een elektroforetisch bad. Bad en carrosserie hebben beide een verschillende elektrische lading, waardoor de primer perfect aan de wagen hecht. En door het compleet onderdompelen bereiken we alle hoeken en de kleinste gaatjes. Na elke behandeling volgt een snelle droging, waardoor een optimale uitharding ontstaat. Om te voorkomen dat er vocht tussen de verschillende delen van de carrosserie kan komen, worden alle naden vakkundig dichtgekit. De onderzijde van de vloer krijgt ter bescherming een blijvend elastische laag, de underbody coating. En dan nog meer bescherming. Een speciale vullende laag wordt aangebracht om de carrosserie klaar te maken voor het aflakken. Op het front en de zijkanten komt een dubbele laag. Het ultramoderne lakproces is volledig geautomatiseerd. The paint process is running fully automatically. That gives us the opportunity to spray the cars in various colors. Dus elke kleur in elke willekeurige volgorde. Dat is de kracht van deze installatie. Dit lijkt op een hypermoderne wasstraat, maar dat is het niet. Elk stofdeeltje dat zich nog op de schone carrosserie bevindt, hecht aan de speciale borstels en wordt aan de achterkant verwijderd. Door dit afkleven is de carrosserie geheel stofvrij. We werken met milieuvriendelijke lakken op waterbasis. Dit levert naast een flinke besparing aan oplosmiddelen een optimale laklaag. De definitieve lak bestaat uit 2 lagen. Deze wordt in verschillende spuitpatronen aangebracht, zodat er een evenwichtige dekking ontstaat. Bij de metallic kleuren volgt hierna nog een mooie, glimmende, weersinvloedbestendige, transparante glanslaag. Nadat de lak is uitgehard, worden de Volvo's en Mitsubishi's aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. The finishing touch by human beings. Tot slot geven we alle kokers van de carrosserie een extra behandeling om roestvorming van binnenuit te voorkomen. Alle holle ruimte krijgen hier een beschermende inside wax behandeling. En natuurlijk mooi houden wat mooi is. Zo, de carrosserie heeft een mooie, egale kleur. Dan gaan we er nu een auto van maken. Dit is als het ware het startpunt van de eindmontage. Aan die kant komen de auto's uit de lakstraat, gaan hier over ons hoofd naar beneden. Vervolgens worden daar
de portieren eruit gehaald. Die worden op een andere lijn verder afgemonteerd. Trouwens, dat is ook leuk, dat laat ik jullie zo meteen zien. Daarna gaat de auto zonder portieren helemaal deze kant op, zo. Helemaal naar achter, draait weer om, komt weer deze kant op. Vervolgens wordt er van alles op en aangehangen. Dan gaat de auto hier weer over ons hoofd die kant op. Gaat weer helemaal verder, 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 verder. Totdat alles erop zit. Nou, en dat is zo'n 1,5 kilometer lang. Oh my. Moet ook nog in het Engels. Nou ja, dan gaan we weer. The car comes from that way out of the paint shop. Turns around, goes that way, turns around, comes back, turns around and goes that way. Well, I'll show you the complete assembly line now. Ook tijdens het afmonteren werken we met first in, first out. Want in de montage krijgen alle verschillende typen nog meer verschillende variaties. En zonder het first in, first out systeem waren we al lang knettergek geworden. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Oké, hier gaan dus de portieren eruit. Dat heeft 3 redenen. Allereerst komen we zo veel gemakkelijker bij het interieur. We hebben minder kans op beschadigingen en het is ook nog zo dat de portieren vol zitten met elektronica. Denk maar eens aan de elektrische ruiten, deurverlichting, de luidsprekers, een centrale deurvergrendeling met in het slot, naast verlichting, het contact voor de alarminstallatie. En wat dacht je van de elektrisch verstelbare spiegels met of zonder verwarming? Tja, het kan allemaal in het portier. En dan heb ik het nog niet over de verschillen in linker en rechter, voor- en achterportieren, maar dat begrijp je wel. Goed, terug naar het afmonteren. Het monteren van zo'n 1500 onderdelen. Oeh, 1500. Die gaan er allemaal in, jazeker. En niet vergeten, elke auto is weer anders. De vakmensen van de montage maken van een gelakte carrosserie een complete auto. Met zoveel precisie en het juiste vingerspitsengevoel. Dat speciale gevoel in de vingers dat een robot nooit kan evenaren. Vlijtige handenarbeid die ervoor zorgt dat dan ook elke auto de juiste specificatie krijgt. Het gemak dient de mens. Dat geldt zeker tijdens je werk. Daarom dit. Noem het maar een rollend trottoir. Dan gaan hier, hoppa, de auto's omhoog en werken we zelf op meerrijdende platforms. Cool, hè? Maar het kan nog uitgebreider, zoals bij de achteras samenstelling. Op een eigen bewegend platform. Het belangrijkste onderdeel is en blijft de motor. De Volvo-motoren komen rechtstreeks uit Zweden en staan hier klaar voor inbouw. De motoren van Mitsubishi komen redelijk kaal uit Japan. We bouwen deze verder af met alles erop en eraan. Dat hij doet als een klokje. Dan gaan alle Volvo en Mitsubishi motoren in ons first-in, first-out systeem. Er komen nog wat onderdelen aan, zoals de versnellingsbak, airco-compressor, de aandrijfassen, het stuurhuis, een paar remschijven en klaar is de vooras samenstelling. Dat brengt ons weer terug naar de montagelijn. Dit punt, waar de complete motor wordt ingebouwd, noemen we toepasselijk het huwelijkspunt. Het mooiste moment in je leven.
Oké, dat kan ook wel eens tegenvallen. Maar wij hebben het hier gelukkig over een auto. Nog een leuk punt is de aanlevering van de stoelen en achterbanken. De leverancier krijgt, let op, 3 uur van tevoren te horen welke stoelen en bijbehorende achterbanken in welke volgorde nodig zijn. 3 uur van tevoren. En hij doet dit aanleveren ook nog elke 30 minuten. Zo, ga daar maar eens voor zitten. Nou zijn die achterbanken erg zwaar en daarom laten we dat zware tilwerk over aan een ander. De bumpers doen we weer zelf, net zoals de grill. Tja, het wordt langzaam een complete auto. Nee, de stoelen waren we niet vergeten, die worden pas hier in de auto geplaatst. Waarom? Geen idee, ik weet ook niet alles. Wat ik zeker weet, is dat de mensen bij Netcar met plezier werken. Jazeker, dat is zo. Want iedereen is bezig met het continu verbeteren van kwaliteit, teamwerk en onderhoud. Nou, klinkt dat niet alleen mooi? Het is ook mooi, want het werkt. Het betekent namelijk dat de mensen verantwoording dragen en dat ze die verantwoording ook nemen. En dat werkt. De schouders eronder om in een hogere versnelling te komen. De schouders eronder om er beter van te worden. En zeker niet zwaar tillen. Een auto heeft uiteraard 5 wielen, rondom 4 plus de reserveband. Het samenstellen van band en velg gebeurt op de aparte bandenlijn. Eerst wordt de band goed ingezeept en schuin bovenop de velg geplaatst. Daarna dit. En hop, de band zit erop. En we gaan natuurlijk niet simpel oppompen via het ventiel. Oh nee, de lucht wordt in 1 keer tussen velg en band geperst. Het plaatsen van alle wielen gebeurt tegelijkertijd. Na het pakken van de juiste moeren en wielen wordt eerst gekeken hoe de stand is van de wielbouten. De computer kijkt en berekent en dan... Even draaien en de wielen zitten erop. Vastzetten die hap. Oh ja, het reservewiel niet vergeten. De auto is zover klaar, want de portieren worden teruggeplaatst. En natuurlijk de juiste portieren in de juiste auto. Voilà, comme l'amour. Tja, telkens weer als ik zo'n auto zie, dan denk ik... Wat is het toch wonderlijk dat wij dat gebouwd hebben. Samen op 1 lijn en toch 2 compleet verschillende merken met elk hun karakteristieke eigenschappen. Ik ben er inderdaad verliefd op. Liefde maakt blind, maar niet bij Netcar. Want we controleren elk detail in de totale check-up. Van de werking van de lichten tot en met het maximale motorvermogen. Alles wordt getest en getest en getest. Totdat we er 100% zeker van zijn. Dan pas is de auto oké. Here we are. En in het belang van deze film mag ik er zelf ook 1 testen. Yes, it's my turn to test one now. En dat ga ik doen ook. Hier bij Netcar Product Design and Engineering in Helmond gaan ze me helpen met het testen. For testing, Netcar's PD&E is the right place to go. Well, this isn't regular with every car. Dat doen we natuurlijk niet met elke auto. Oh! 2 verschillende automerken worden gebouwd in 1 fabriek. In diverse variaties, in steeds weer andere kleuren met elk zijn specifieke klanteisen. Kriskras door elkaar heen. Leuk, hè?